Hey, ik krijg wel eens een vraag van verschillende pianisten uit de regio, uit verschillende kerken, hoe je nou piano speelt, gewoon in een bandje. En wat doe je dan tijdens een coupletje of een refrein? Nou, ik dacht misschien is het leuk om eens te vertellen wat ik doe. En dan kun je misschien je voordeel mee doen, eens kijken of jij er ook wat mee kan. Er zijn verschillende manieren om wat ik zelf doe. Een daarvan is het gebruiken van een bepaald pianomotief. En een bepaald motiefje wat de hele tijd terugkomt. Net als dat je een drummer hebt die een bepaalde groove speelt. Dat je als pianist ook een bepaald grooveje, motiefje kan gebruiken. Wat je de hele tijd laat terugkomen in je spel. En dan niet het hele liedje, maar dat je dat dan gebruikt voor alleen het refreintje. Nou, hoe doe ik dat? Dat ga ik je als volgt laten zien. Even omschakelen. Zo, dit is mijn piano. Mooi, hè? Wij zoomen even in op het liedje Hosanna. Dat is opwekking 685. En die staat, ik ken hem allemaal natuurlijk. En die staat in de toonsoort G, één kruis. En wij zoomen even in op het refreintje bij de letter C. Dan zien we dat de akkoorden die je er speelt is G-sus, G, E mineur 7, C2. En dan G, D, E minuut 7, C2, G zus, G, E minuut 7, C2, G, D, E minuut 7 en dan C2, C. Er zijn dus vier akkoorden die heel belangrijk zijn. Dus het akkoord G, C2, D en E minuut 7. Ja. Voor degene die even hulp nodig hebben van hoe speel je dat ook alweer. Dit is een G-akkoord. GBD. Ga je naar C2-akkoord. Hoe speel je eigenlijk een C2-akkoord? Wat is die 2 dan? Nou, als je een normaal C-akkoord speelt, C-E-G, en bij een C2-akkoord vervang je de terts, vervang je de derde toon, vervang je 1, 2, 3, dus de derde toon, vervang je door de tweede, C2. Aha. Dus dan speel je in plaats van C-E-G, speel je C-D-G. Dan ga je naar een D-akkoord, D-vies-A. En een E mineur 7 akkoord is eigenlijk, nou ja, een E mineur akkoord. E, G, B. En dan voeg je daar de zevende aan toe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dus een E mineur 7 akkoord speel je zo. E, G, B, D. Dat zijn in de toonladder van G, zijn dat de volgende trappen. En als je niet weet wat trappen zijn, dan verwijs ik je even naar mijn vorige filmpje. Dan leg ik uit hoe een toonladder is opgebouwd en hoe trappen daar een functie in hebben en hoe die zijn opgebouwd met akkoorden. Maar de G is dan in de toonladder van G, is dat, of ja, de toonsoort G, is dat trap 1. C is dan trap 4. 1, 2, 3, 4. D is trap 5 en E minuut 7 is trap 6. Nou, en het pianomotiefje wat ik ga spelen straks is ontzettend goed uit te voeren wanneer je een liedje hebt, wanneer je die vier trappen hebt. Trap 1, trap 4, trap 5 en trap 6. Gelukkig bestaan 90% van de opwekkingsliedjes uit deze vier trappen. Dus, en ook van Hillsong en Worship Central liedjes en zo. Dus je kunt dit motiefje echt heel vaak toepassen ook op al die liedjes die je ook in de kerk onder andere aan het spelen bent. Bij het pianomotiefje is heel belangrijk de vijfde toon van de toonsoort waarin je het speelt. En we spelen dus in de toonsoort G met één kruis. En de vijfde toon in de toonladder van G is voor 100 punten... De kwint noemen we dat trouwens. De vijfde toon van op een akkoord. Is de kwint. En dat is de D. Dus de D is ontzettend belangrijk in dit pianomotiefje. Hoe gaan we dan... waarom is die dan zo belangrijk, zul je dan maar vragen. Nou, dat ga ik je ook nog even uitleggen. Die D heeft namelijk in al die akkoorden die we spelen... een bepaalde functie. Als we een G-akkoord spelen... Dan zie je dat de D de vijfde toon is, de kwint, in dit akkoord. Dus daar heeft hij de functie van kwint. Als we een C2-akkoord spelen, heeft hij de functie van de tweede toon in het akkoord.
En dan zul je je afvragen van ja, maar ik speel niet altijd een C2 akkoord. Ik speel ook heel vaak een C akkoord. En dan heb ik dus geen D. Heeft die dan wel een functie? Ja, want je kunt de D prima toevoegen ook op een normaal C akkoord. Dus ook al is het geen C akkoord, kun je prima die D wel toevoegen. Hoor je het? Oh, is dat mooi. En als je dan een D akkoord hebt, dan is het de eerste toon. En als je een E mineur 7 akkoord hebt, is de D de zevende. Dus in deze vier akkoorden zie je dat de D op allerlei verschillende plekken een functie heeft. En daarom is die D leidend in het pianomotiefje wat we nu gaan spelen en hoe ik dat nu ga uitleggen. Zo, welkom boven de piano. Wat ik al zei, die D is dus leidend in het pianomotiefje. We spelen bovenin een D en we spelen onderin. Ook een D. En de ruimte ertussen vul je met 1, hooguit 2 tonen om het akkoord verder te vullen. Als we dan kijken naar het refreintje van Hosanna, spelen we eerst een G-akkoord. Speel ik in de linkerhand een G. En in de rechterhand voeg ik dan een G en een B toe. En op die manier klinkt er een G-akkoord. Daarna komt een E minuut 7 akkoord. Links gaat naar een E toe. En rechts kan ik eigenlijk alles laten liggen, want al die tonen die ik hier al speel, die zitten ook in het E mineur 7 akkoord. Ik houd er nooit echt van om je hand heel erg te verschuiven op het klavier, dus ik laat altijd liggen wat ik kan laten liggen en zo weinig mogelijk tonen veranderen. En ook in dit pianomotiefje is de D leidend, dus ik moet sowieso mijn hand al laten liggen. Dus ik kan prima spelen wat ik al speel. Dan ga ik naar een C2 akkoord. Links gaat naar een C. En rechts, het enige wat ik hoef te veranderen is, nou, D zit erin, G zit erin. Maar die B zit niet in een C2 akkoord. Die moet even naar een C toe. Dus zo speel ik een C2 akkoord. Wat nou als ik geen C2 akkoord speel, maar er staat gewoon een C akkoord? Moet ik dan niet die D naar een E laten springen? Nee. Die D kun je prima dus toevoegen aan het akkoord, zoals ik net al zei. En die D is ook leidend in het motief, dus die moet je sowieso spelen, blijven spelen. Dan gaan we weer terug naar een G-akkoord. Daarna komt een D-akkoord. Links gaat naar een D. Rechts gaat de G en de B gaan naar een Fis en een A. En daarna krijg je weer een E minuut 7 akkoord. En daarna sluit je weer af met een C-akkoord. En dan heb je de helft van het refrein gedaan. Nou, dat zijn de akkoorden zoals je ze speelt. Dan de kunst van het weglaten. Wat ik altijd doe, of altijd, heel vaak, is dat ik de terts weglaat. Dus ik speel de derde toon van het akkoord speel ik niet. Behalve bij mineurakkoorden. Dus als ik een G speel, hier gaan we weer even van het begin beginnen, dan de derde toon van G, de terts, is de B, die laat ik dus weg. En wat je daarmee creëert is een veel meer open geluid, dus veel meer een open akkoord. Hoor het verschil maar eens, met terts, zonder terts. En dat klinkt wel lekker in een pianomotiefje dat je het lekker open laat klinken, zodat de rest van de instrumenten het ook mooi kunnen inkleuren. Nou, als ik dan even doorga, speel ik dus een G-akkoord zonder terts. Daarna komt een E-mineur akkoord. En dan kan ik deze drie tonen, D, leidend, en de G, kan ik prima laten liggen. Ja, maar het is de terts. Ja, maar het is een mineur akkoord, dus dan mag het wel. Dus ik kan prima dit laten liggen. Ga ik door naar een C2 akkoord, gaat de linkerhand naar een C. En de D is leidend. En de G zit ook in een C2 akkoord, dus ik kan dit ook weer laten liggen. De terts van een C-akkoord is de E, die hoef ik niet te spelen. Dus kan ik het weer laten liggen. Dan ga ik weer door naar een G. Kan ik het weer laten liggen. Nou, dat is allemaal heel makkelijk. Ziet, piano spelen is helemaal niet zo moeilijk. En dan ga je naar een D-akkoord. Gaat de linkerhand naar een D. En het enige wat ik hier hoef te doen is de G even te laten verspringen naar een A. En daarna ga ik weer terug naar een E minuut 7 akkoord. Gaat de linkerhand naar een E. En die A gaat weer terug naar een G. En daarna ga ik afsluiten met een C2 akkoord. Links weer naar een C. En hou ik eigenlijk dit
in mijn rechterhand. In de vorige, hiervoor speelde ik ook nog een C hier, hierbovenin. Maar die laat ik ook weg. Dus ik speel maar gewoon echt weinig tonen. En daardoor klinkt hij mooi helder en open. Nou, hoe speel je nou dat pianomotiefje? Ik doe nu even twee variaties. Je kunt het eerst variaties door het pianomotiefje, de rechterhand in zijn geheel, de hele tijd te spelen. Op de 1 eerste tel, de tweede tel en op de vierde tel. 1, 2 en 4. Dat klinkt dan als volgt, als ik het refreintje even speel. 3, 4, 1, 2, 3, 4. De eerste. En je hebt ook nog een tweede variant. Dat is iets energieker. Dan doe je het volgende. Op de eerste tel druk je het helemaal in. 1. En dan de tweede tel doe je alleen de bovenste 2. 2. En op de derde tel doe je een wissel. En daarna sluit je weer af met de bovenste of het geheel. Dus je doet 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Zo zou je hem kunnen spelen. Dat klinkt dan als volgt.